Reinigingsbouw Spolus van Vaderkapzaaiers. Ja, dat is een vereniging met een mooie historie. Historie, ja, we hebben 1900 opgericht, dus meer dan 100 jaar, 122 jaar. Ja, nou, dat is toen uit met Mark, maar hoe zit dat? Weet niet met Mark, nee. Ontzettend lang bij de club, hè? Ik ben meer dan 60 jaar met de club. Ja, ja. Dat is het beste zetje. Ja. En, ja. En hoe bist u ooit in de muziek terechtkwam? Ja, er kwam een lange kwestie doen dat mijn ooms, al mijn papa, die speelde bariton, ook in de vereniging. Mijn zuster speelde samen de saxofoon. En mijn beide broers, die speelde ook bugel, Arnhems bugel. En had ook cornet, maar ook later overgaan op, ik speelde Nederlands hier, op afonium. Dus en zo ben ik een beetje inrolde eigenlijk. Ja, muziek is jullie met een paar bleven. Ja, verleden met een paar bleven. Ja, nou, we zitten hier nu bij het Van Varenkorps, maar vlak voordat we dit interview opnamen, zat mijn koffie drinken, toen zei ze van ik heb ook ooit nog bij Ellen en de Moodmakers gespeeld. Ja, en, dat klopt, ja. Ja, hoe is dat ooit ontstaan, hè? Ze hadden een trompetist nodig en iemand van het slagwerk van Ellen en de Moodmakers, dat was een jongen bezig met, zus zijn. Die woonde toen in Borne Compagnie. En die heeft gezegd: maar zo, nou, ik ben wel een trompetist. Nou, en zo ben ik bij Mico eigenlijk. En ik heb een klein beetje veel gespeeld. Bij Jelden en de Moemekers, op Perkstroren. En zo is het gebeurd eigenlijk. Ik ben aannomen. En het gaat wel om 6 uur. Ja. Ja, ja dat was toch een. Nou, we zijn overal. Ja, dat was een praktisch. Daar is zo al mee, Max. Al van alles, jongen. De kist naar je op mijn bad. Nee, ja. Oma artiest en zo, hè? Oma gebroeder Brouwer, Maartie, die is op trompet en zo. Nou, Jaap Bonjeron en Kok van der Palm, zanger en zo. Ik heb al zo'n beetje wel. Leuk, ook leuk zelfs. En deed hij daar nog op volle toeren, op losse groeven? Hè? Ja, maar nee, daar hebben we daar gespeeld. Ik tenminste daar, hè? Nee. Nou, weer wat proefjes op nog een beetje Johnny Hoeser. Dat wel. In Weert. Dat was in Weert, joh. Ja. En ook carnaval, hè? Dat hoor, met me ook in Os. Daar was een keer een carnaval en vrijdag stond begonnen. En een zaterdag deeldag zo'n beetje. En zondags ook zo'n beetje deeldag. Dan is morgen zomers. En dinsdag nou, ook deeldag deel mee spelen. Nou, dan heb ik nog een lintje verkregen deel. Maar ik zo lang vol om op trompet. En dat valt niet met een trompet natuurlijk. Nee. Dat valt tegen. Ja. Zo lang tenminste wel, hè. Ja. Als je de deeldag speelde moest en zo. Nou, dat maar smurig begon. Ook smurig en alles, ja. Dat is soms een uur. Tussen deur ook wel pauze natuurlijk. Maar dan is toen wel, lippies wel, gaat net zo maal aan. Nee. Was dat nou hobby of was het in werk? Dat was dan mijn werk. Ik ben beroepsfeest. Ja, dat is je beroepsfeest. Ik heb firmblad en commentatorium met hem. Ja. Oké, hoe is dat in? Is het in een de mooiste job van de wereld voor die op dat moment? Of is het gewoon een boon en hard werk? Hard werk. Het is gewoon boon en hard werk, deel meer, ja. Zo met carnaval, dan moest ik compleet achter mijn deur, hè. Met Polonaise en Rome, dan moest ik constant bezig zijn. Ja. En dat is weg. Ja. En is na de mooie. En gauw vanuit natuurlijk ook, hè. Maar dat was ook bekend, hè. Ja. Dus naar een hobby natuurlijk, hè. Nee. Dus ook gewoon iets over geld. Dus er is toch over Johan Doorn als beroepsartiest. Waar is nog de Ellen en de Moodmakers doen? Ja, dat is trompetist, hè. Ja, maar Ellen en de Moodmakers. Ja. En vervolgens de. Nee, Thomas, ik kom bij Van Vaderkorps wel, hè. Oké. Ik was hier op bij Van Vaderkorps. En nou, en toen ben ik gewoon doorgegaan. Ik ben gewoon doorgegaan met mijn vaderkorps. En toen heb ik een blooskapel opgericht, of een boerenkapel eerst eigenlijk. En dat was in 1976, een boerenkapel opgericht. En toen was in het begin 80 deel een blaaskapel, met dezelfde naam, de Snikkelblazers. Dat was de Snikkelblazers toen nog. En dat was eind 80, begin 90, en dat was Rhythm and Brass. Ja, en toen ben ik met Nicky Dreidnecht naar huis gekaart. Mijn glinder ging weg, een slaapwerker ging weg, en meerdere personen ging weg. Nou, geen stand meer. Kopje ging over de kop eigenlijk zo'n beetje. En toen ben ik met huis gehaald. En toen ben ik weer begonnen met een groepje geitenhuiden. Naar de jongens. En ik ben daar ook met huis gehaald. En ik ging ook weg. Toen hebben we verhuizen met door Holland die kaart neer voor mij. En toen ben ik wel weer opgepakt in 2013. Ik heb Barbara Roepert, met gewoon nieuw Rhythm and Brass. Nee, nieuw Rhythm and Brass was wel zo. Ja, nou is 2022, wat dus tegenwoordig bij het fanfare gebeurt? Ik speel bugel. Dat is ook wat anders dan trompet. Ja, het is een beetje een vollere klank eigenlijk. Hè? Die beker is ook een beetje groter. Ja. Ja. Ik heb eerst in het begin een cornet gespeeld. Dat is gewoon een klein dingetje. Cornet naar piston. En toen, ik had dan ook al een trompet. En toen later hebben ze verleden bugels
En dan heb ik een bugel. Het zijn volle klankbeelden meer. Een zachte klank als een trompet. Dus een trompet is een scherpe klank. Dus een bugel is een zachte klank. Ja. Dat geldt precies zo met de foniums. Boegelien is ook al speelde met hun foniums. Ook echt een zachte klankbeeld. Dus, ja. Ja. Wat is het voor vereniging, het Fanfarekorps Hogezand-Sappemeer? Hoe beloofd is dat? Nou, is het een vereniging met veel verbinding in mijn koor? Ja, of? Het is verbinding. Het is een, als dat bekend is, een familie met mijn koor eigenlijk. Ja. We hebben gisteren een repetitie gehad en zo. Ja. Kijk, in de oorlog zie ik afzien, ik vraag is bij de beurt. En dan gaan we gezellig met mijn koor een beetje, nou, iedereen aan het doen, maar met mijn koor erbij zien. En het is bierig gezellig, lekker, hartstikke leuk. Ja. Ja. Nou, ben er een boel van andere verenigingen, ook op dit vlak, die klonk over gebrek aan muzikanten en vrijwilligers. Zo is het bij jullie. Ook. Is dat die jonge generatie die maar nooit interesseren is? Gewoon interesse, nee. Ik bedoel, dat zet hem. Nee. Is dat een beetje de ondergang van eigenlijk alle muziekkorpsen? Ja. Ja. Ja, toen een korps in de jaren 80, denk ik van 80, ja, denk ik 80. Daar een korps met bijna 50, 60 man. Dus, en nu was een beetje nou 35. Verder is het nou, nee. Is dat nog vol te hond? Want op duur ben je natuurlijk nou, daar hoop, meer. Daar hopen we wel natuurlijk, hè. Ook van die oorleden komt er een klein beetje weer bij en zo. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Die benning is er nog wel een beetje. Nou, van die oorleden wel, tenminste, maar van die jeugd, dat is even die best niet. Nee, dat is jammer, hè. Ja. Nou ja, denk maar eens aan de avondvierdaagse. Kist die naar vuur stelt. Dat er nooit een muziekkorps voor een avondvierdaagse aan loopt, toch? Ik heb hem niet meer naam, maar drum met meer. Nee. Wij staan met een korps met maar dertigers, een drummens, ja, en een korps. Ja? Wie werd een onderdeel van die vereniging? Dus een dikkelbloed of een ritme en braas. Dus daar werd een onderdeel van. Maar verder met hun werden we een dikke van de man laten best te horen. Ja. Ook in Duitsland zijn we er al niet meer. Ja. Ja. En jullie nog steeds met de Olden Vierdaagse? Nee, dat kan niet meer. Ik ben gewoon drum met meer. Hè. Die kunnen echt gewoon toeteren. Dat wil nooit. Oh. En majorettes? Ja, helemaal weg. Ja, dat is wel jammer. Ja, dat is jammer. Dat was toch altijd gewoon een enorm stuk glorie en een stukje prestige ook, hè? Ja, klopt. Klopt. Ja. Maar dat is helemaal voorbij. Ja, is dat vooral van vrouwen was alles beter, of? Dat was niet nooit. Alles beter was. Wel, meer mensen dan mensen wel, ja. Ja. Maar dat was echt, dat kan ik niet zeggen. Maar gekke, die mensen zijn er nog, hè? Ik bedoel, alleen die mensen zijn niet hier om in hun vrije tijd deze activiteiten dan. Nee. Hoe zit hem dat in? Dat zou ik even niet waard met hun. Ook misschien een mobieltje bellen en zo, een computer en zo, en andere bezigheden. Ik zou het echt niet zeggen, wat nou? Nee, nou, als ik een beetje een training opgeruimd ben, is het helemaal meer een beetje bier eigenlijk, vind ik. Ik tenminste wel. Dus, zo lang ben ik al lid, ja. Dus, ja. Ja. Wat wist je nog een keer bereikt? Wat wist je nog een keer daar muzikaal gezien? Dat zeg van, nou, dit zal geweldig zijn als ik dit nog eens een keer met het fanfarekorps hier zo'n kind daar. Nou ja, dan kregen we nog concoursen. We missen ook concoursen. Concoursen doen we niet meer. Festivals, ook niet zoveel meer. Daar wil ik nog een keer weer. Nou, we gingen altijd elk jaar naar een concours daar met korps. En dat is veel repeteren natuurlijk, maar dat vond ik altijd wel leuk. Even een puntje van de stoel zitten en dan even te presenteren. En een goede prijs. Dat vond ik hartstikke leuk, ja, zulke dingen. Ja. Ja. En waarom gebeurde het nou? Geen animo meer horen en ook geen mensen meer horen om dat te naam zien. Ja. Ja. Toch is het natuurlijk een geweldige club die jullie nou nog bij me voor hebben. Ze is net van soms als we een repetitie hebben, is het fantastisch. En dus eigenlijk moeten jullie begrijpen wat meer nog de boeren. Dat zal een beetje meer moeten gebeuren. Ja, ik ben wel bekend. En dan zijn we hier natuurlijk ook wel verder, denk ik wel. Ja, maar ja, ook, het wordt allemaal een beetje minder met de actualiteit. Ook door die corona is een beetje een tekenklaar gebeuren. Hè? Ja. Ja. Mensen die nou zitten kijken en denken van, het lijkt me wel waar. Hoe komen ze bij jullie? Hoe komen ze met jullie in contact? Ja, dan moet je bij de secretaresse weten, hè. Die ja, een maak ze een keer op zo'n repetitie om. Ze kennen gewoon een dunner hoop molen, kan lopen met mijn man, waar ik kwijt vrijdag even een repetitie. Dan gaan we even naar, waar hier staan we uit en het is nou kwijt vrijdag geworden. De meesten zijn allemaal op het huis. Dus dan kunnen ze gewoon hier instaan en even beluisteren en dan kunnen ze, als ze wat willen, met de secretaresse proberen. Ja. Hebben jullie ook wens een liedje qua muzikant? Of wat dat jullie zeggen, nou. Maar ze speelden wat nog zo net meer? Nou, we hebben al instrumentaire en we hebben wel in kaars erin. Stond dus, ja. Maar qua wensen, dat je zegt, nou, dit missen we op dit moment, dat zal wel. Ja, dat zijn de bugels, waar ik bij zitten. Dat, ja.
De mis okay. Nou, ja. Een beetje preek voor eigen parochie of nooit? Een beetje preek voor eigen parochie dit of nooit? Ja, nou ja, maar als dat bekeerst, natuurlijk, dat is ook zo. Maar als dat bekeerst ook, als toen een vervaarder kwam. En als toen nou, dat vindt dat een man is, dan moesten ze sowieso eigenlijk bubbels hebben. Misschien even meer of nog wel, ja. Dat geldt precies zo met harmonie, dat is een klarinet, ja. Melodie, hè. En dan ben je het breed met dat is met de cornetten. Dus.